Waarom moeten jullie er aan deze uit? Ja, het is in één keer gedaan, Interniek. Goedemiddag. Ja, waarom is dat? Is het vanwege de kou? Ja, er is een soort verordening dat als er meer dan 5 dagen vorst zijn, ja, dan mogen de daklozen niet meer op straat blijven. Daar hebben ze hier lang voor gevochten, voor die regeling. Ja. Maar ja, ze hebben het hier ook op toegepast, terwijl het helemaal niet waar is natuurlijk. Er zijn geen daklozen hier, hè? Nee, precies. Daarom. Ik dacht dat het eigenlijk een 1-2'tje was met de burgemeester van Amsterdam. Waarbij in feite het Shell-gebouw, dat werd dus helemaal gestript door zogenaamd occupiers. Maar ik vraag me af of het occupiers waren. Nee, het waren geen occupiers. Die waren al vanaf half december waren ze al weg daar in dat gebouw. Ja. En het lijkt me dus, dat mag wel even gezegd worden, dat jullie helemaal niet in die... Maar jullie hebben, in feite hebben jullie, ik praat net met een kennis van me, dat er dus nooit een statement is gezet. Je hoeft mij niet de hele tijd in beeld te hebben, want ik ben helemaal niet interessant natuurlijk. Maar jij bent wel interessant. Maar, ik ben al erg lang in beeld voor jou doen, hè? Ja, precies, veel te lang. Maar, hoe heet het? Jullie hebben in feite geen statement. Jawel, we hebben hoe bedoel je een statement? Oh, hier tegenover, ja zeker, ja, gisteravond hebben wij een Niet tegenover dit, maar gewoon waarop jullie, een algemeen statement van waarom staan jullie hier? Oh, waarom staan we hier? Ja. Nou, ik dacht wel wat echt duidelijk is. Ja, je weet er misschien iets van Occupy. Ja. Maar er zijn geen leiders. Wat we nou eigenlijk precies willen, daar zijn we ook altijd maar over aan het nadenken. Ja. Dus er is uiteindelijk nog nooit echt iets uitgekomen van dit is nou precies wat wij willen. Dat het verlangen naar een ander soort samenleving, ja, daar is het allemaal van uitgegaan natuurlijk. Maar... En dan komen de media die komen langs en die gaan dan niet met dit soort warme gedachten. Gaan ze jullie vergelijken met koperstrippers. Ja, zeker. En dat vind ik dus heel erg slecht. Ja, ik zelf en daarom ben ik hier naartoe gekomen. Ja, want ik weet gewoon dat jullie dat niet zijn. Jullie willen gewoon iets... Tenminste, proberen een statement te maken van het moet anders. En dat vond ik wel goed. Ja, dankjewel Nick voor je standpunt natuurlijk. Maar het is helaas zo. Het heeft te maken met dat de mensen ook angst hebben voor nieuwe dingen. Ja, ja. En deze beweging, dat is gewoon totaal iets anders dan wat er ooit allemaal hiervoor geweest is. Dus. Ja. Ik zie inderdaad hier zo genoeg beweging. En ja, trieste beweging eigenlijk, dat het opgeruimd wordt. Maar er zijn ook leukere dingen natuurlijk. Ik heb net wat gereden achter de poegjes, want het was ook koude kou. Is dat zo? Ja, om 5 minuten te ver. Ja, maar wat dan? Wat gebeurt er? Dan wordt er huis geknuppeld of wordt er huis geholpen? Nou ja, die is verzet, die wordt gearresteerd. Oh ja. Dus ja, je bent nu hier, dus je bent eigenlijk ook een occupier. Precies. Dus er is geen onderscheid. Maak wat wegkomt. Ja, er zit eigenlijk. Ja, iedereen gaat er toch mee akkoord. Toch nou niet? Nee, er zijn hier toch wel een paar mensen die zeggen ik heb hier niet voor niks meer dan zoveel dagen gezeten. Ik ga dan kunnen ze misschien nu een statement maken. Ja, natuurlijk. Ja, ik denk dat het handig is om dat te noemen. Ja, maar wij zijn natuurlijk, kijk, het is niet alleen wat er hier gebeurt. Online hebben we natuurlijk een steeds groter groeiend team met Occupy. Ja. En daar zitten natuurlijk ook veel denkers bij. Ja. Dus, grote denkers. Ja, hele grote denkers. Bedankt en sterkte. Ja, dankjewel. Ik zorg dat ik er in ieder geval niet bij ben. Nee. Maar we gaan het wel zien, hè? Natuurlijk. Op internet, toch? Ja.